Vanaf november 2021 gaan wij de Nederlandse theaters langs met de verrukkelijke Kinderbach-show. Ja, en met we bedoelen we Rutger van den Broek. Ja, was jij niet de eerste winnaar van Heel Holland Bakt? Klopt, ja. Goed dat je dat nog weet. Ja, gezien. En Mark Heijema. Ja. En was jij niet de winnaar van de Gouden Krekel voor de allerbeste jeugdvoorstelling? Nee, die heb ik nooit gewonnen. Ja, maar wel 2 keer zilver. Dat is ook heel goed. Ja, ja dat is ook heel goed. Ja, en Rutger, wat is precies het recept voor onze show? We beginnen met 500 gram vermaak. Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Het wordt een hele vermakelijke, gezellige show. Zeker. Theelepeltjes spanning. Theelepeltjes. Ja, het wordt een hele spannende. We gaan namelijk een bakchallenge doen tussen een kind en een volwassene. Dan een klein snufje educatie. Mm. Niet te veel. Nee. We leggen ook uit het verschil tussen bloem en meel. En waarom suiker niet zout is. Ja, ongeveer. Ja, en een eetlepel humor. Mm. Dat is ook wel heel belangrijk. Opa Bakker zit elke ochtend weer te dubben. Neemt hij een appel of een peer? Hij vindt die keuze reuze moeilijk. Dus hij vergelijkt het telkens weer. Praat moeilijk met de mond voor. Ja. Maar vergelijk je appels met peren, dan is dat nog niet zo vlot gedaan. Dus na een half uur wikken en wegen neemt hij meestal een banaan. Padapuf. Ik doe nog snel 2 handjes bakverhalen erbij. Oh ja. Dat is ook wel heel belangrijk. En vind je het nou spannend, zo op het toneel straks? Ik vind het heel spannend. Ja. Maar ik ben wel heel blij dat Joep onder de linden ons gaat regisseren. Ja, ja. Dus ik heb er echt heel veel vertrouwen in eigenlijk. Ja, ik ook. Leuk. Ik heb er zin in. En er gaat een keuken mee. Die komt op het toneel. Dus ja. Ik denk dat ik me wel snel thuis. Dat was mijn tekst, moest ik eigenlijk zeggen. Ja, precies. Het is je veilige habitat. Ja, zeker. Ja. Nou. Ik heb er vooral heel veel zin in. Cool. Ja, spannend. Ik ga aan de bak. Ja. Het ziet er wel heel lekker uit. Misschien nog een beetje het recept aanpassen, maar dan komen we goed voorbereid naar jullie theater. Komt helemaal goed. Lekker. Ja. Neem toch een sushi. Ik ook.